Montijnen is mee op links. Hier is hij, Pieter-Jan Montijnen. Loemba. Ja, prachtige trap en een prima doelpunt. En in plaats van 1-0 staat het 0-1. Na net 3 minuten spelen, Yannick Loemba. Tweede hoekschop uit de wedstrijd. Tweede ook voor Oud-Heveler Leuven. Verlengd door Simaes. En daar is de 0-2. Vasli Kotsabas zet Oud-Heveler Leuven op rozen. Ze hebben een dubbele voorsprong. Koussement kruist tot bij Boudin, die nog altijd is blijven hangen. Ivan Jagan, gooi hem maar. En daar is Kis met de gelijkmaker. Met de aansluitingstreffer moet ik zeggen natuurlijk. Tomislav Kis als een echte spits. Slechte kaats van Kis. Loemba. Casagolda. Casagolda voor 3. Jawel. Het is 1-3. 3 minuten na de aansluitingstreffer is het verschil weer 2. Esteban Casagolda. Souma met Kotsabas. Souma. Hier is Bertaccini. Bertaccini, bal wijkt af. En de paal voorkomt de 2-3. Oh, Nouts. En het is dan toch 2-3. Uitbundige reacties hier op de tribune, want Cercle zit weer helemaal in de wedstrijd. Nog ruim 10 minuten te gaan. Oudre. En daar gaat Tabeku weer. Met Boudin. Tabeku. Tabeku is Boudin kwijt. Tabeku maakt het af. Het is 2-4. 2-4 in plaats van 3-3 in minuut 85. Serge Tabeku bekroont een hele goede invalbeurt met wellicht de beslissende goal in deze wedstrijd. En wellicht levert dit Oud-Heveler Leuven zijn eerste 3 punten van het seizoen op. Voor de